Welkom bij dit filmpje. Ik ben Monique de Rijk en in dit filmpje wil ik je graag een tip geven over rek- en strekoefeningen die je kan doen bij je paard vanaf de grond. Deze rek- en strekoefeningen kun je gebruiken als onderdeel van je training en kan je ze dan heel goed inzetten als onderdeel van je warming-up en je cooling-down. Tijdens die rek- en strekoefeningen vraag je het paard in verschillende posities om zijn spieren en vooral zijn halsspieren op rek te brengen en die worden daardoor al wat langer en soepeler en dat helpt het paard weer tijdens de training. Nou, wat tevens een voordeel is, is dat als je dit structureel doet voordat je aan het werk gaat met je paard, leer je heel goed je paard kennen en de grens van je paard. Waar zit eigenlijk de maximale rek van zijn spieren en die wordt dan natuurlijk door dit te oefenen steeds verlegd. Nou, stel dat je paard een keer wat spierpijn heeft of hij heeft een vervelende beweging gemaakt, is uitgegleden in het land, dan voelt hij dat natuurlijk in zijn lijf en dan merk je dat vaak ook tijdens die rek- en strekoefening, omdat je paard dan in één keer, omdat zijn grens een stuk lager ligt. Dus dat geeft jou voordat je met trainen begint al een beeld hoe je paard aanvoelt die dag. Nou, wat je ervoor nodig hebt is dat je het paard met voer een beetje lokt, om hem natuurlijk in verschillende posities te krijgen. Dat is niet iets wat bij elk paard even verstandig is om te doen, omdat sommige paarden er heel vervelend van worden, heel happerig of heel schooierig. Maar als het kan bij je paard, dan is het zeker een manier om dus die verschillende houdingen van hem te vragen. Nou, ik gebruik er zelf granenmix voor, omdat het paard dan als het ware even aan je hand blijft plakken om het eraf te knabbelen. Zou je bijvoorbeeld één brokje op je hand leggen, ja, dan pakt hij natuurlijk het brokje en doet hij zijn hoofd weer recht. En je wil juist dat hij eventjes in die gerekte houding blijft staan om het maximale effect te bereiken. Nou, een basisoefening is dat je het paard zowel links als naar rechts zijn hoofd wat laat stellen en helemaal naar de grond laat brengen om de maximale rek te vragen. Belangrijk is dat je heel goed kijkt dat het paard niet zijn hoofd kantelt, want dat is altijd een teken dat hij spanning heeft, vooral bij zijn nek. Vaak zijn dat dan de spieren die dan nog wat te kort en te stijf zijn. Dus je doet zijn hoofd opzij en naar de grond. Door zijn hoofd steeds zo ver mogelijk naar beneden te vragen, bereik je dus de maximale rek en lengte. En daarin probeer je ook zijn neus naar voren te brengen. Dat geeft zeg maar nog een extra effect. Nou, dit is eigenlijk de basispositie. Voor sommige paarden is dit al heel erg moeilijk en beginnen hier al wat te kantelen, dus dan is dit eigenlijk al je grens. Nou, als paard dit kan, ga je ietsjes verder. Dus je blijft zijn hoofd opzij vragen en naar beneden, maar je schuift ietsjes op en zo kun je steeds ietsjes verder gaan. Nou, op een gegeven moment is het voor het paard eigenlijk niet meer mogelijk om helemaal naar de grond te gaan. Maar blijf je wel steeds op letten dat de neus naar voren komt. Goed zo hoor. Braaf. En je ziet dat ze echt eventjes blijft staan om het van mijn hand af te knabbelen. En zeker omdat je hand op een gegeven moment een beetje vochtig wordt van het gelik van het paard, blijft het plakken, dus dan kost het eigenlijk nog meer moeite. Nou, dus je schuift steeds iets verderop. Blijf goed opletten dat je paard niet gaat kantelen. En het leuke is ook als je het voor en na je training doet, is dat je verschil kan merken. Dat je paard misschien voor het trainen minder ver komt als erna. Dus dan is hij juist door de training wel weer een stukje soepeler geworden. Goed zo, braaf. Nou, tot slot kun je nog bij het paard zijn achterhand gaan staan en gewoon kijken van hoe ver kan die komen. Goed zo, braaf. Goed zo. Hier zie je dan wel een lichte kanteling, maar dat kan bijna ook niet anders als die zo ver moet komen. Juist, goed. Dit is beter. Keurig. Dus zo kun je dat ook twee kanten op doen, een paar keer. Nou, en dan kun je ook nog helemaal vragen van hem zijn hoofd tussen zijn voorbenen te doen om die bovenhalsspier helemaal mooi op te rekken. Dus een houding die ik niet van het paard zou vragen tijdens de training.
maar die je wel goed kan gebruiken tijdens het rekken en het strekken van het lichaam in stilstand. Want dan heeft het niet direct invloed op zijn bewegingen. Nou, tot zover deze tip. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En tot de volgende video.